kip. McFally zijn aan het spelen. Ik weet niet wat ik film, maar het zou wel goed zijn. Welkom bij een nieuwe vlog van Maria de Lorenz. Ik hoop niet hoor, want het is echt lelijk. Welkom bij een nieuwe vlog van Maria de Lorenz. Oké, let's go. Oké, take 6. Welkom bij de nieuwe vlog van Maria de Lorenz. We gaan naar jou kijken. Het is vandaag donderdag, het is 9:45. Om 9:45 moeten we op in Hengelo op een besloten feestje. En we gaan ook nog naar Woest en Wild in Italia. Nu lijken we echt, dit is zo nep. Ja. Dat zo van zo'n gepresteerd. Ja, gepresteerd bij RTV. We hebben dit ook gewoon gehoefd hoor, maar is niet. Je kan gewoon zeggen. Oké, sorry man. Nee, ik heb echt niet gehoefd. Ik zie jou pas weer vandaag na 3 dagen. Maar is goed. Hey, laat man. Oh, hey. Doei. Nou, we zijn in Hengelo in de metropool. Oh my god. Ja. Als ik zeg hello, zeggen jullie cash? Hello? Cash! Hello? Cash! Als ik zeg Beats by, zeggen jullie Esco Beats by? Esco! Beats by! Esco! Let's go!
school spitting on my bitch. Maybe what it is, being around the time I'm rich. Een beetje stiff publiek, maar wij hebben natuurlijk wel weer een goede show gezet. Oma zit bij ons in de auto, super gezellig. We gaan nu naar Rotterdam. En we luisteren naar de enige mixtape van mijn broertje DJ Tormos. Tormos. Hey. Ja. Aansteker. Oh. Ja. Kijk eens jongen. Dus volg Tormos allemaal, luister zijn mixtape. Ja, want ik wilde mijn camera niet meenemen naar binnen. Ik was veel te bang dat er iets mee zou gebeuren. Omdat ze daar niet echt aparte kleedruimtes hebben voor ons. Dus het is alweer de volgende dag en het is vrijdag. Het is 4:50. Wow, ik zag gewoon hondenkinderen. We staan in een hele lijpe file in Amersfoort. We gaan, of we, zuster... En ik, wij gaan Nevia, mijn dochtertje, wegbrengen naar haar vader. En dan hebben we vanavond weer twee shows in... Help je me of niet? Rotterdam? En Hoogstraat, België. Nou, het is ondertussen al bijna 8 uur. We hebben Nevia weggebracht. Ik ben even langs een oude vriendin van me geweest. Of oude vriendin, ja, ze is zo oud, maar... Hè? Die had ik lang niet gezien. Het was super leuk. We gaan nu even naar de studio. Onze grote vriend Flo is daar. We gaan hem even checken. Of niet dan, zuster? Zeker. Nou, doei! Nou, hier zijn we dan. Even kijken wie de deur voor ons gaat openmaken. Leuke bel. Goedenavond. Eén keer bellen is genoeg. Je ziet me toch niet. Welkom met de vlog van Flo de Wol. Oh, hi. Hey, hoe is het eigenlijk? Lekker. Waar is mijn husband?
Nou, dankjewel Stacy voor mijn kip. Ik deel met broeders en zusters. Ik vraag of ik erop mag. Nou, je hebt mijn grote vriend Frank. Oh, naamzinnig. Hoe is het? Je bent nog nooit op een vlog geweest? Volgens mij wel. Oké. Okay. Dan... Oh ja. Oh, ja, precies oh. Niks volgens mij. Precies... Fuck you. Ik had het laatst met Bandy. Hè. Bandy zegt, ja Dolores, ik ga even een factuur voor je doen. Voor vlog 2, 3 en 4. Hij had het gewoon precies goed. Ja, serieus? Ja. Hey, ik zit voor verandering eens een keer in de auto. En ik ben het ook echt serieus zat. We zijn al vanaf hoe laat vanochtend onderweg? Of vanochtend, al 2:30 of zo. En het is nu 11:15. En we gaan nu naar Rotterdam. Ik weet oprecht niet meer wat ik allemaal heb gefilmd. Hiervoor. Dat was stil. Oh ja, daarvoor en daarvoor. Daar ben ik. Nou, jongens, tot zo. We zijn in Masilo, Rotterdam. En het is echt vreselijk hoe wij zo'n kleedkamer krijgen. Met alle respect, dat kan gewoon niet. Jongen, man, eet smakelijk. Thanks. En de mics. Ik heb twee mics voor je. Geluidstechnicus vroeg of je ze zo vast kon houden, omdat ze aanstaan en ze geeft heel veel geruis. En of je... En of je dicht langs de kant kunt lopen. Nou goed. Hè? Jullie gaan zo. Oh, wow, ik kan het ook helemaal niet, hè? Hi, we gaan zo de shows zien. Go!
dankjewel. Jullie waren super, 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 super aan. Ja. Hoe niet dan? Zeker. Super veel love, super hype mensen. Mensen? Kinderen, kinders. Ja, jullie waren echt top. We zijn nu bijna in België en gelukkig niet zo ver over de grens. Dus dat was wel echt maar... hoe lang was het rijden van Rotterdam naar daar? 5 minuten. Ja, korte zelfs misschien. Ja, we hebben niet gaan slapen. Ja. Dus. Wat heb je nog hobby's? Ja, tennis wel. Tennis? Ja, zeker. Elke vrijdag, soms ook golf. Sorry? Soms ook golf. Ook golf? Ja, maar het ligt aan de collega's. Oké. Ja, alsjeblieft. Jij? Nee. Ik heb niet echt hobby's. Ja, weet je, ik ga soms wel eens... Sjeur de boelen. Oh, hey, dat deed ik vroeger ook. Ja, dat doe je dan leuk. Zeggen met een... Dat deed ik vroeger ook, je hoeft niet uit te leggen. Oh, oké. Okay. Ja, nee, ik doe altijd met... Nou, dus in ieder geval... Nee, heb ik het echt zo... Heel wat blijft hier. Heel wat blijft hier. Heel wat blijft hier, maar dat werkt niet meer. Ik maak je hele tonen mooi en ik wil dat niet meer. Ik raam ons door de buurt, ik zie die in mijn haar. Ik laat die dan ook met het huis van mij checken ze neer. Maar overdraaien met uren, dat is de standaardprocedure. Boze honden van de uren, want dan word je niet meer huren. Als al je pinkje bij je, want ze blijft berichten sturen. Dan shout out naar alle piraten met soortjes achter muren. Hella! Hella! Hello! Cash! Hello! Cash! Cash! Niet leuk, dat kan toch wel op je hoed, dat moet je zijn, broer. Hello! Goedemorgen! Ik ben een beetje al wakker in ieder geval. Zijn die mensen een beetje al wakker in ieder geval? Hey! 3, 2, 1, iedereen zegt! Op je hoed, dan moet je voor de boom. Je bent zo wat ik aan ben. Hey, kom op die plekken waar de OG. Ik krijg die shit in broeken, maar ik push die shit in de nieuwe straten. Feeling blessed, ja. Roekeloos op de weg, zoek naar cash. Daarom gestresst in een dash. Van cocaïne in een trap, naar cocaïne in mijn pers. Nu bekennen geen rem. Ey, zo draai de song. En ga eens trappen, boy, slang het tot ik bouw. En ja, cocaïne, cocaïne, geen kou. Ik wil een cirkel, man. We gaan gewoon herrescreëren, man. Oh, ik wil een shit mosh, bitch. Hey broer, stop even met tikken in de tijd, toch? Hé, hey, maak even een lauwe cirkel. Ja, toch, maak even een lauwe cirkel, groter. Let's go, DJ. Maak hem groter, groter. Ik heb cocaïne, cocaïne, geef me kou.
ik geef het kop op Duits en gooi het voor de tas. Dat vond ik nou echt gangster. Elke cash. Ja, dan. Ah. Echte kus, ik heb het nooit gevoeld, maar die dans gaat zo. Laat zien. Nog niet! Snap je? Hij doet zo. Nee. Elke cash. Ja, toch? Bitch. Yeah, cash. God, no. Oh, ja. Nou, vertel eens even aan de kijkers wat je allemaal hebt gedaan. Nou, ik had niks te doen en ik mocht schrijven op de muur. Dus het begon... Ze mocht eigenlijk één ding schrijven. Ja, dus het begon gewoon bij dit, zo een beetje. Toen maakte ik gewoon een hele muurtekening. Ik ga stil. Nou jongens, durf die deur open dan. Onze auto, ik kan het gaatje niet eens vinden. Ja. Is de batterij leeg van de sleutel. En dan hoor je. 1, 2. Dief! Ring die alarm! Bel de politie! Wil jij heel gauw op mijn auto gaan? Ben je maar gek geworden, vieze dief, dat je de rand loopt? Nou, jongens, jullie hebben weer gezien wat voor dag het was. Of zo. We zijn net klaar met de laatste show in België. Hoe heet deze plek? Hoogstraten was het. Nou, we gaan nu lekker nog een paar uurtjes naar huis rijden. En dan, paar uurtjes. Dat was het. Ik heb niet zoveel te vertellen meer. Jij? Nee. Nou, zo jullie waren in ieder geval dit weekend, of in ieder geval deze dag, jullie waren allemaal echt super gezellig, vond ik. Oh, je zit gewoon zo in je ding. Ja, de... Dan ga ik even zo doen, dan zie je kop ook even een beetje. Ja, we zijn elkaar weer zat hoor, maar... Ik heb het echt niet tegen jou gehoord. Oh, het is niet tegen mij. Oh ja, die moet wel bij houden, dus oké. Hij mag best uit hoor. Wat mag uit? De camera. Ik heb de hele tijd niet gevlogd. Ik vlog nu ook even met mijn telefoon, want de camera heb ik in de auto gelaten. Het is dan weer de volgende dag. We hebben een kinderverjaardag gehad van mijn neefje in Amsterdam. En nu ben ik in Naarden en ga ik soep uit blik eten. Omdat Mariam, mijn zuster die daar liedjes zit te eten, die is er gewoon vergeten in de winkel. We zijn nu bij Joost, iedereen is hier en we gaan, het is nu 9 uur en om 11:30 gaan we weg naar Raamsdonk weer. Doei! Dus ik ben nog steeds moe.
chopper ook. Chopper ligt daar ergens. En Theo en McFally zijn aan het spelen. Ik weet niet wat ik film, maar het zou wel goed zijn. Nog 3 kwartier kan ik even liggen. En weet je nog wat leukste is om te, om te filmen dat hoe we spelen, weet je zo, die UFC. Oh, je kan niet die camera niet drukken. Nee, dat kan niet. Dat is een iPhone. En een chopper slaapt toch, is ook mooi toch? Wat een naam heb ik ook, hè, jongens, jongens. Ja, doei. Nou, wil jij maar even het veld doen? Ik doe het zo. Hoe zou jullie terug? Oké dan. Batterij is weer bijna leeg van de camera. Ook wel handig dat ik een oplader heb meegenomen. Dus alvast excuus voor de kwaliteit. Want we gaan verder met de telefoon. Oh, hadden we ook die show eigenlijk hiervoor gedaan. Oh, ik heb een nieuwe naam. Ik kreeg net te horen. DJ Maria de Lorenzo. Dus jongens, noem me niet zo. Want dat vind ik niet zo mooi. Als jullie andere namen hebben wat ik wel mooi vind, mag het. Nee, Maria de Lorenzo. Nou, we gaan nu naar Tilburg. En zo graag naar huis. Jullie weten niet weten hoe graag ik wil slapen. Maar we hebben een piano party. Morgen moeten we weer. Doei. Ik geef al rennen op de streets, maar rennen op de fiets. We lezen vragen op de road, vertel ik mijn blauwe smoke in de jeep. Roll alleen met de jeans, ze blijven plakken aan mijn body als die bitches me zien. Ik wil een brand new bands en de banden verbranden. We hebben haast een matinee, we hebben geen tijd om te wachten. Onderhoud voor die flappen, ik heb een zieke gedachte. Als hij is van die zappen, zet niet onder matrassen. De en het bloed is mijn assen, ik wil al weg bij van klussen. Maar ik ben real aan Matty, ik word geen real aan Matty.
Mix was wel echt super gezellig. En deze muziek weet ik niet of mij dat komt. Nou, jongens. Tabé. Klas. Als ik zeg hello, zeggen jullie kerst. Hello! 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 Ja toch? Super vies. Ook een extra van de kantje naar je vast. Tot op heden heb ik 0 euro verdiend met Van Klassen. Motivatie met geld, die heb ik al ver achter me liggen, man. Mijn succes is zo'n jongen weer terug in de maatschappij plaatsen. Dat is mijn betaling. Dat is mijn succes. Als ik nu zie wat Jo Silvio, wat hij verdient, wat Esco, wat hij verdient, waar ze eigenlijk eindelijk een keer recht op hebben om wat ze in een achterzak kunnen proppen. Weet je, dat is waar het om gaat. Ze besteden hun geld totaal anders dan ik zou doen. Maar ik heb het vroeger ook gedaan.